Nou ja, dit is onze achtertuin en dit zijn onze nieuwe buren. Maar wat maakt het uit? Het is heel, heel rustig. In een half jaar tijd, of een jaar tijd, is het uit de grond gestampt en dit is het eindresultaat. Eerst wilden we het huis van de buren kopen, maar dat was net verkocht. Dus toen gingen we voor dit kijken en ja, toen hoorden we dat via via dat er dan ook nog de Primark uit ging bouwen. Maar verder wordt er niks meer gebouwd, dus ja, dan neem je dat op de koop toe, hè? Het gebouw is, naar ik gehoord heb, 24 meter hoog. En de afstand aan die achterkant zal het misschien 60 meter zijn. Vrienden, kennissen zeggen allemaal, ja, en zo'n groot gebouw in je tuin. Maar iedereen die ik spreek, die heeft er problemen mee. Behalve ik. Als je inderdaad er al langer woont en je wordt dan ingebouwd, ja, dan is het natuurlijk onvoorzien. Kijk, werkgelegenheid is ook belangrijk. En ja, als het natuurlijk in je achtertuin staat, ja, dan is dat voor sommige mensen misschien vervelend. Van de buren heb je echt geen overlast, helemaal geen inkijk. Dus ja, je hebt heel veel privacy hier. En ja, dat is toch wel belangrijk tegenwoordig. En in een stad waar je ingebouwd zit tussen de flats, heb je het niet. Dus ik ben helemaal happy.